Piet van Os, bewoner van de buurt. Waarom dit kunstwerk, Piet? En waarom dat kunstwerk? Ik ben eigenlijk een jaar of 9 geleden ben ik door Ineke Hagen, dat was toen de cultuurschout, ben ik enthousiast geworden om door middel van een fietstocht die Ineke organiseerde, een kunstroute die door Groenhoort, Zweepark, Woudhoek. En toen viel me eigenlijk op dat in Woudhoek eigenlijk maar weinig kunstwerken waren. Tijd voor kunst in de Woudhoek dus. Ja, inderdaad. En toen heb ik gezien dat er in de Botenbuurt, er stond wel een groot kunstwerk. En naderhand is dan op het Heijermansflat is dat andere kunstwerk aangebracht. Ik heb begrepen dat op de Scheepvaartweg ook een kunstwerk staat midden in de berm. En ja, eigenlijk hier helemaal niks. Maar goed, je moet met alle bewoners om de tafel. Hoe kom je dan tot een eensgezind besluit voor de Krul? We zijn met 5 man van de bewoners zijn wij, hebben wij dus bij de 3 Maarsteden hebben we dus een ruimte kunnen benutten die geheel kosteloos was. Dus dat was, geen probleem. En daar hebben wij een aantal keren hebben wij daar gezeten met 5 bewoners, inclusief mij dus. Hè. En met mensen van de gemeente Schiedam. En er waren 2 kunstenaars mij toen. En daar hebben wij over zitten praten. En naderhand is dat ontwikkeld. Moesten wij uit 10 kunstenaars moesten wij 3 kiezen. En dat hebben we dus, dat heeft even geduurd, want ja, je zit daar met 2 vrouwen en jonge vent en 2 oudere mannen. Dus dat zijn van verschil van mening, hoef je niet over te praten natuurlijk. Nee. Maar goed, uiteindelijk, er is er één uitgerold, die heeft de Krul gemaakt. Ja. Trots? Ja, ik vind het heel leuk. Ik kwam van de week de Brederoweg af. Ik zit niet zoveel meer in mijn auto, maar ik doe het veel met de fiets tegenwoordig. En, want het is hier een fantastische mooie omgeving. Kwam ik aanrijden met mijn auto en toen dacht ik bij mezelf, nou, daar staat echt iets, weet je wel. De Voorberglaan, op de hoek bij de Brederodeweg, Maarten Dreus, kunstenaar uit Amsterdam. Wat gaat hier vandaag gebeuren? We gaan het beeld openen, wat hier achter ons staat. Het beeld is een initiatief van de buurt. Dat is heel bijzonder eigenlijk, want meestal worden grote beelden door overheden en zo besteld. En dan zegt de buurt vaak juist van, we moeten het hier. Maar dit is echt een initiatief uit de buurt. Die zeggen, we zijn zo goed met elkaar. We hebben wel kerst op de taart verdiend eigenlijk. En die staat achter ons. Maar goed, dan ben jij de kunstenaar. Je moet iets maken. Waarom de Krul? Nou, eigenlijk om precies die redenen. Dus het geeft eigenlijk geen pas dat ik hier een beetje mijn eigen fantasietje neer ga zetten. Want het is een beeld voor de mensen hier. Dus ik heb eigenlijk toen gekozen om een Krul te maken. En een Krul is natuurlijk een symbool voor als iets meer dan oké is. Hè, dat je echt zegt van nou, je krijgt er een Krul bij. Nou krijgen we vaak nooit achter de schermen te zien hoe de kunstenaar werkt. Hoe begin je nou? Nou, ik heb eerst ontzettend veel krullen en accolades bestudeerd. Van hoe zijn die nou eigenlijk opgebouwd? En je ziet krullen natuurlijk heel vaak in hekwerken en versierselen. Dus er is een enorme bibliotheek aan krullen van de laatste 100 jaren. Ja. En daaruit heb ik eigenlijk vrij simpel een dubbele krul. Dus het is een krul die eigenlijk 2 kanten op gaat. En het bijzondere hiervan is dat hij ook nog eens een keer getordeerd is. Dus hij draait over zijn eigen lengte ook nog een keer als een krul. Dus het is eigenlijk een viervoudige krul.